Well, eigenlijk is de gedachte ontstaan in ons bedrijf in Engeland, Miko Coffee UK. En hebben wij beslist daar rond een hip merk te creëren van koffie. Dat voldoet aan alle voorwaarden van duurzaam ondernemen. Dus het is niet alleen een kwestie voor een onderneming om profit te maken, maar we moeten ook rekening houden met people en planet. Ja? Nu, het people aspect hebben wij dan ingevuld door er een eerlijke koffie van te maken. En dan zijn wij beginnen zoeken van welk label gaan wij daarvoor kiezen. Maar we hebben dan zeer consistent de kaart gekozen voor fair trade als people aspect van onze koffie. Duurzaam ondernemen gaat niet alleen over people, heeft ook te maken met planet. En we hebben dan een huwelijk gesloten met een organisatie, de World Land Trust. Wij staan dus een deel van onze omzet af voor de aankoop van regenwoud. Het gaat niet alleen over 3 P's, het gaat nog over een 4e P, dat is pleasure. Dus we hebben er ook voor gezorgd dat de samenstelling van onze koffie uitermate goed is. Om op die manier ook het fair trade gebeuren uit het oudbollige wollen sokken scenario te trekken, hebben we echt wel top koffies gekozen en dat is dan het pleasure element voor onze klanten. Ja, er zijn natuurlijk continu mijlpalen, maar voor mezelf ben ik eigenlijk het meest vieren op het feit dat Puro zo'n belangrijk onderdeel geworden is binnen onze groep. Ik weet nog toen wij Puro lanceerden, en dat was toch wel een heel groot evenement, heb ik de droom geuit dat ooit tegen mijn pensioen 15% van de omzet Puro zou worden. Wel, we zitten momenteel al aan 27%. Dus dat is uiteraard een heel belangrijke mijlpaal. Nog een mijlpaal die toch ook vernoemenswaardig is, is dat we een foto hebben met Desmond Tutu, de aartsbisschop van Zuid-Afrika, die echt wel gekend is voor alles wat met poor people te maken heeft. We hebben daar deelgenomen aan een actie waar dat bomen werden geplant in een krottenwijk. Hij was daar aanwezig en heeft zich daar ook visueel laten zien met Puro en met Fairtrade uiteraard. Dat is ook een prachtig gebeuren. Ja, wij blijven daarin investeren. Wij zien het als een win-win situatie. Win-win-win, zowel planeet, people als ook uiteraard Miko. Dus wij blijven daar zwaar in investeren. En ja, de droom is nu uiteraard van 27 naar 50% te gaan. Dus daar zullen wij alles voor doen wat we kunnen.